بسم الله الرحمن الرحيم U erin. Welkom terug op dit kanaal. Dank voor jullie interesse en tijd. We gaan gewoon door met de serie waar we mee bezig zijn. Um, dit is intussen episode omdat um, een hoop van jullie me gemeld hebben dat jullie nog steeds dat jullie, net wat ik zei, de vorige video, jullie zijn er bijna, maar jullie vinden het wel fijn en het geeft jullie net wat meer rust als ik nog even kan onderstrepen waarom ik persoonlijk uh, de hadith uh, niet uh, vertrouw. Ik heb jullie verteld dat we het verhaal zouden doen van Ali als illustratie van zaken die soms, zelfs in dat soort verhalen, niet kloppen. Zaken vanuit de hadith, technisch, grammaticaal, noem maar op, verloop van uh, het verhaal, onlogische zaken. Daarna gaan wij over naar de dood uh, van de profeet. Um, toen begonnen eigenlijk de problemen al, ook in de hadith. De dood van de profeet heeft eigenlijk direct voor een. Een, een, een splitsing gezorgd. Niet alleen tussen de moslims in het algemeen. Maar ook tussen de sahaba. En ook tussen die zeer belangrijke sahaba. Zoals Hadith jou wil uh, doen geloven. Die altijd één blok waren die je niet uit elkaar kan zagen. Namelijk onder andere Abu Bakr, Omar, Uthman. Je kent het. Want wat gebeurde toen uh, de profeet uh, overleed? Uh, hadith zegt Omar wilde niet... Geloven dat de profeet dood kan gaan, um, een beetje wat je ziet bij de christenen met Jezus: Z ze willen niet geloven dat Jezus dood is gegaan, dus is de resurrection, de second coming of Jesus, de tweede komst, maar op al die zaken die zijn in het leven geroepen als troost. Dit zijn Joden die de Torah hadden opgegeven. ...om zich te voegen aan deze groep. En vervolgens zijn ze met lege handen achtergebleven. Want, wat dachten deze Joden? Hij is de messia die ons het land gaat geven. Wat ons beloofd is sinds Abraham, als je Genesis leest... ...en uh, de eerste hoofdstuk van Genesis... ...wat God doet bij de Joden is ze constant beloven... ...dat ze dat stukje land gaan krijgen. Maar hij heeft het ze nooit gegeven. Dat, is, dat heb ik met jullie een heel... Serie over gemaakt. Dus waar de, waar de Joden naar verwijzen als het beloofde land, is eigenlijk aan het eind van de Torah, is helemaal niet hun beloofde land. God is er van op teruggekomen en heeft gezegd: jullie verdienen Israël niet. Daar komt het op neer. En dat is eigenlijk waar de Koran op verder gaat. Waar Allah zegt: van jullie verdienen geen land. Het is jullie zo vaak gegeven: ah, jullie wilden er niet voor werken, niet voor vechten, jullie wilden het niet nemen. En toen jullie het eenmaal hadden, wilden jullie de wetten van uh, Allah niet erkennen, niet uh, praktiseren. Dat hebben zij ook in de Koran. Of in hun Torah hebben wij ook in de Koran. En daarom, als je kijkt naar de orthodoxe Joden, die Joden met van die krulletjes langs de oren, weet jullie wel, daar is een heel groot groep van die Joden, die zul je niet vinden in Israël. Omdat zij zeggen. Dat klopt. De Torah en wat de Koran zegt, dat is wat wij praktiseren. Wij zullen altijd uh, leven in andere naties en nooit in Israël. Vandaar dat ze altijd, dat soort orthodoxe joden, uh, die, die hebben altijd een probleem met Israël. Die willen niet dat Israël als staat bestaat en die zijn altijd tegen de politiek van Israël. En je zal ze heel vaak op YouTube vinden als er demonstraties zijn in Amerika, in Europa, waar dan ook. Met name in Amerika, omdat ze daar net wat veiliger zijn. Um, zul je ze langs de weg zien. Je kan ze opzoeken op YouTube met allemaal plakaten en borden in hun hand van "We are against Israel". En dit zijn gewoon Joden, orthodox Joden. En als je het verhaal niet snapt, dan snap je er helemaal niets van. Hoe kan het, orthodox Joden die tegen Israël zijn, om deze reden? Dit waren die Joden die zich los hebben ge- hebben ge Gebroken, zeg maar, van hoe het, het Jodendom op dat moment uh, gepaktiseerd werd. En ze hebben zich gevoegd aan het idee van de Messiah. Aan het idee van Jezus of Isa, zoals die genoemd wordt in uh, de Koran. Alleen wat ze niet snapten, is dat Isa ze kwam om wat christenen dan weer noemen. Het is een mishmash. Wat christenen noemen de Kingdom of Heaven. Hij kwam ze de Kingdom of Heaven noemen. Met andere woorden, hij kwam ze leren hoe ze God kunnen bereiken. Maar. Uh, um, er waren een hoop joden die uiteindelijk christenen zijn geworden, wat we nu kennen als het christelijk geloof. Die hadden voor zichzelf bepaald dat dat niet die, de messiah is. Messiah moet terugkomen, of die moet komen, die moet ons Israël geven. En wij moeten de baas worden, want dat hebben zij in hun Talmud. Wij moeten de baas worden, we moeten slaven hebben, we moeten meesters worden, letterlijk. We moeten meesters met slaven op aarde. Dus de joden zijn de meesters, wij allemaal zijn hun slaven. Dat is wat de Talmud ze belooft. En, en, en dat soort mystiek leer. Dat is wat ze vinden van een messiah. Dus toen Jezus kwam en hij zei van ik heb eigenlijk alleen de kingdom of heaven, wat ik met jullie wil delen, hoe jullie God kunnen vinden. Toen dachten een hoop joden van oh, maar daar kunnen we niks mee. Dat is niet waarom jij hier uh, moet komen, want daar hebben wij Mozes voor gehad en al die profeten. En we hebben de Torah. Wij weten heus wel hoe wij tot God kunnen komen. Wij hebben jou nodig om Israël voor ons terug te, vind, te, te, te winnen. En dat kon Jezus natuurlijk niet doen, want hij was maar één mens, dat was niet zijn missie. Dit zijn de uiteindelijke groep die christenen zijn geworden. En om dit te kunnen verteren, om, om, om dit een beetje te kunnen accepteren, eh, is er een soort ideologie ontstaan van oh, we snappen het, dit was maar ronde één, er komt nog een tweede ronde, een soort bokswedstrijd. Dit was maar de eerste ronde, God is gekomen. Maar dit is een soort eerste ronde. Daar komt nog een finale klap wat hij wil geven, en dat is de second coming. Dus omdat ze het niet kunnen verteren dat Jezus dood is, hij was dood, punt klaar, uh, uh, je hebt eruit gehaald wat je eruit kan halen en klaar, hebben ze dit verhaal bedacht van hij komt nog terug. Dit is een beetje wat je ziet in uh, wat Hadid suggereert over Homer. Homer wilde eigenlijk ook aan deze theorie liedje hier aan vastplakken, want hij weigerde te geloven en hij wilde ook niet horen dat andere moslims geloven dat de profeet dood was. En wat zegt Hadith, wat Omar zei, geen zorgen, Mohammed is niet dood, de profeet, vrede zij met hem, is niet dood, het is een soort uh, diep slaap, maar zijn ziel die is van alles aan het doen en die komt nog terug, D dat zei Omar, let op jongens, dit is dus Omar, dit is wat Hadith maakt van Omar, waar jullie allemaal aan hangen. Ik zeg niet dat hij dat gezegd heeft, dat weet ik niet. Maar we hebben het hier over hadith. En even voordat ik begin, want dat was ik vergeten. Ik heb iets van vier of vijf vragen gekregen. Dezelfde comments. Waarom bespreek jij hadith als je niet. Nee, wat, wat zijn jullie nou? Waarom, waarom haal je hadith aan als je je een verhaal onderbouwt? Ik, ik ben blij dat ik mezelf daaraan herinnerd heb door dit verhaal. Dus goed luisteren, jongens, want dit ga ik niet elke keer herhalen. Want het, af, en toe, af en toe denk ik van. Ik, je kan niet in een video vallen en vragen stellen om iets te kunnen... Ik bedoel, hetzelfde heb ik gedaan met de Torah en de Bijbel. Ik heb de Bijbel besproken alsof ik in de Bijbel geloof, om het vervolgens te ontkrachten daar waar het niet lekker loopt. Want je kan niet zeggen van, zet de Bijbel opzij. Dan ben ik klaar, dan had ik één video kunnen doen. Dan had ik kunnen zeggen wat de meeste moslims zeggen... Waar ik absoluut niet mee eens ben. Ach, de Bijbel is onzin, het is gefraudeerd. Hoe weet jij dat? Heb je het gelezen, heb je het bestudeerd, heb je het geanalyseerd? Of ben je gewoon een soort uh, uh, naprater? Omdat je imam zei, de Bijbel is en dus wat kan je bewijzen? Wat kan je de christenen vertellen als ze je vertellen van dat is niet waar? Dus op, de, op die manier ben ik de Torah en de Bijbel gaan lezen en bestuderen, zodat ik het van binnenuit kan ontkrachten, want dan weet ik waar ik over praat. Hetzelfde heb ik met Hadith gedaan. Ik geloof niet in Hadith, totaal niet. Maar mensen die in Hadith geloven, die moeten horen dat ik het bestudeerd heb. En als ik ze wil overtuigen dat het niet klopt, dan moet ik het vanuit hun eigen ideologie doen. Wat ze noemen koekie van eigen deeg. Want anders ben ik de persoon die al bij voorbaat niet in Hadith gelooft. Dus we zijn klaar met jou, want je hebt een tunnelvisie. Je wil iedereen jouw eigen kleur en wil opleggen. Nee. Ik moet de hadith bestuderen en vanuit de hadith van binnenuit ontkrachten laten horen dat ik weet waar ik het over heb. Dus alsjeblieft, denk soms verder dan je neus lang is, kijk verder, probeer je jezelf te updaten een beetje in je hoofd. Van oh, maar wie spreekt hadith? Oh, maar je gelooft niet in hadith. Jongens, als dit zo makkelijk was, dan, dan was het nu niet een chaos binnen de islamitische gemeenschap. Als het zo makkelijk was, zwart weet van je gelooft in hadith, je gelooft niet in hadith, dan waren we al lang klaar. En dan wist iedereen waar hij aan toe was. Maar dat is het niet en dat zullen we nu zo meteen ook horen. Terug naar Omar. Dus Omar die wilde een beetje doen wat de christenen hebben gedaan met Jezus. En dit laat zien dat zelfs de Sahaba, de meest gewaardeerde Sahaba's, er niet voor terugdeinsden om zich te laten beïnvloeden door ideologieën van andere stromingen. Dit is Omar. Omar staat aan het stuur van iedereen, zowat. Zo. Wat. zo Praat 99% van de moslims. Omar, het is Omar. Zodra je Omar hoort, dan krijg je bijna een training in je oog. Hij is vroom, hij is dit, hij is dat, hij is, hij is Dat kan wel zo zijn, dat weet ik niet. Ik heb hem niet gekend en ik vertrouw het Hadith niet. Dus ik zeg, alle weet het beste. Maar voor de mensen die hierin geloven, Omar is de big name. Hij is de captain. Dus Abu Bakr, Omar. En dit is Omar, dit is wat Hadith van hem maakt. En, en dan kun je zeggen, ja, maar. Nee, hij heeft geleefd met de profeet. Hij heeft geen excuus meer om te geloven dat de profeet nog uit de dood terugkomt. Dat als dit klopt, dat Omar dit heeft verteld, dan zit hij fout en dan vraag je af of hij ooit moslim is geweest en of hij ooit wat heeft opgestoken van wat de profeet heeft gezegd. Waar zien we dat nog meer? Gek genoeg bij Jezus. Tot aan de laatste dagen van Jezus zat hij te gillen, te schreeuwen, letterlijk in de Bijbel, zijn apostelen uit te maken voordat ze dom zijn. En hij zei: jullie zijn dom. Ik weet niet wat ik nog met jullie kan bespreken. Hoe kunnen jullie me nog dit soort vragen stellen? Jullie uh, uh, gaan met me om, lopen met me om, leven met mij, leren van mij, dat lees je in de Bijbel. En Jezus was heel hard. Die Jezus die je ziet bij de christenen uh, uh, licht en liefde en vrede, dat is niet Jezus van de Bijbel. Echt niet jongens. Dat is echt de traditie. Ze hebben van Jezus totaal wat anders dan wat de Bijbel vertelt. Integendeel, Jezus zei: Ik ben gekomen om, om mensen uit elkaar te halen, staat in de Bijbel. Ik ben gekomen om vader en zoon uit elkaar te halen. Daarmee bedoelt hij dat sommige Joden in hem zullen geloven en sommige niet. En soms in dezelfde gezin dat die in hem gelooft en die niet. Wat we zien ook bij de profeet. Dus de frustratie van Jezus is eigenlijk de frustratie, je zou kunnen zeggen, die ik als moslim heb. Jullie, jij, maar hebt geen excuus om deze ideologie. Aan te nemen. Je hebt met de profeet geleefd. Je hebt gehoord hoe die leefde, wat zijn boodschap was. Hoe kan je aan het eind van zijn leven nog zeggen: Oh, hij gaat reïncarneren Hij komt terug. Dit is wat Omar in de hadith voor mij zwak maakt. En dan kun je zeggen: Dit is maar één incident. Nee, jongens. Het is of allemaal correct en we geloven in hadith sahih. Of als het een baars laat zien, dan hoef ik het niet meer. Hoef ik er niets meer van te hebben. Dat is tevens ook wat Allah leert in de Koran. Als jij een boodschap aanhangt wat tegenstrijdig is, dan is het niet een boodschap van God, maar dan is het een boodschap van de duivel. Want de duivel duist er, er niet voor om mensen te misleiden. En of je het gelooft of niet, is ja, jouw probleem. Kijk maar wat je ervan maakt. Dit is het. Hij geeft jou wat degen en kijk maar wat je ervan bakt. Dat is God niet. God is uh, consequent uh, transparant. Dus dit is hou maar. Dit is toen de profeet overleed. Dit was de ideologie van Omar en hij ging moslims om zich heen verzamelen en hij wilde ze dit idee opdringen. Zo moet je het zien: Mohammed is niet dood, hij slaapt en hij komt nog terug. Net als Jezus, net als die, net als die. En toen kreeg je Abu Bakr. Heel goed luisteren, want dit is belangrijk, jongens, wat ik hier probeer te vertellen. Abu Bakr en Omar was een eenheid, één rotsblok. Dat is wat de meeste moslims denken. Daar heb je geen reden voor, want hadith als je de hadith diep gaat bestuderen zul je zien dat ze dat nooit zijn geweest maar prima, D dit is leuk natuurlijk dat we zien van, hey, ze waren eendiet ze waren heilig vrouw, blablabla. een soort tweeling het is, het is natuurlijk leuker want dat maakt dat die band wat steviger is en dat maakt dat je ze wat eerder vertrouwt deze hadith dingen, want kijk, de islam is altijd eenheid geweest het is, maar dat is het niet islam is nooit eenheid geweest de profeet was altijd aan het delen met hypocrieten wat we lezen in de koran en sommige hypocrieten leunden letterlijk tegen hem. Ze zaten naast hem mee te huilen, mee te dit, mee te vechten. Maar ze konden niet wachten om hem in de rug te steken. Zoals we gaan zien straks. Een van de, van de ergste zaken waar je nooit een imam over gaat horen. Dus, maar toen kwam Abu Bakr en die zei: Is Mohammed dood? Want dat wist hij niet. Dus Abu Bakr, dit is wat Hadith doet: Hadith maakt van Omar een soort eh, onnozel iemand die maar wat roept. Op dit moment, in, in deze scène, en ze maken van Abu Bakr, en dat moet, want ze zijn ons aan het voorbereiden om te accepteren dat Abu Bakr de eerste leider wordt. Dus je moet gemasseerd worden, zodat je een beetje loskomt. Dit is wat Hadid doet. Abu Bakr op dat moment, die hoort en die onderzoekt, zoals de christenen hebben Thomas die twijfelt aan de dood van Jezus, en dan heb je de overige apostelen die boven in de kamer zaten, weet je wel, toen Jezus terugkwam, en die wisten direct van dat is de Heer. Hoewel sommigen die waren geschrokken, die dachten het is een geest. En bla bla bla. Uiteindelijk dachten ze van dat is hem. Maar Thomas niet. Die zei, heer mag ik mijn vinger in uw wonden stoppen. Ik wil zien, horen, voelen dat u het bent. Zoiets is een beetje wat ze hier van Homa probeert te maken. Die had zijn eigen ideeën, die twijfelt aan de dood. En Abu Bakr hoort, profeet is dood, gaat naar de kamer, ziet het lijk van de profeet. Die bedekt was en hij komt terug en hij zegt, mensen, Mohammed is toch echt dood. Mensen die Mohammed volgen, die hebben een probleem, want hij is dood. Maar mensen die de boodschap van Mohammed volgen, die weten dat God bestaat, dat Allah bestaat en Allah gaat niet dood. Toen de mensen dit hoorden, zegt Hadith, hebben ze maar verlaten, als een soort gek. Van wat zeg jij nou? Hoe kunnen we ons om je heen schalen? Maar dat hebben ze wel gedaan. Dus dat betekent dat de eerste moslims eigenlijk ook al makkelijk om te praten waren, als een soort uh, vier in de wind. Ze horen Omar dit zeggen en ze gaan naar hem. Ze horen Abu Bakr wat zeggen en ze verlaten Omar allemaal en gaan naar Abu Bakr. Want die zei, nee hoor, Mohammed is echt dood. Deel ermee. mee. Maar uh, uh, zijn boodschap hoeft niet dood te zijn, want hij heeft de, de Koran achtergelaten en en. Nou ja, dat verhaal. Terug naar Ali. We hebben hier heel veel over gezegd. Maar sommige van jullie hebben me gemaild met vragen of Ali wel uh, uh, met een theorie... Ik heb van sommigen van jullie een uitgebreid mail ontvangen. Met een heel mooie theorie, heel mooi onderbouwd. Ik moet zeggen, complimenten, goed onderbouwd. Ja, maar als Ali een goed mens was. dan gaf hij toch niks om aardse zaken. Dan zou hij het toch ook niet belangrijk vinden om kalifa te worden. Jij bent voor hem een pleidooi aan het houden. dat hij de eerste kalifa had moeten worden. Dat is wat ik gedaan heb, vanuit de hadith. Maar dan nou zijn er de mensen die me gevraagd hebben: van, wil je hier alsjeblieft op reageren? Want als Ali goed was en alles, dan zou hij niet om aards leven geven, dus dan zou hij niet om status geven, dus misschien wilde Ali zelf niet Khalifa worden. Dat is een heel mooi verhaal, heel mooie theorie, maar je hebt een probleem, want jij kent Ali van de hadith. Hadith vertelt jou, diezelfde hadith waar jij jouw enige bron voor Ali. is dezelfde hadith die jou ook vertelt. dat Ali wel degelijk imam en khalifa had moeten zijn. Dat was niet zijn wil, dat was de wil van de profeet die dat uitgesproken heeft. Waar lees je dat bijvoorbeeld? Kijk naar Musnad Ahmed ibn Hanbal, waarin verteld wordt over een overlevering van Barra ibn Azib. Over een reis van de profeet. waarbij Ali aanwezig was. Dus de profeet was op reis. en op een gegeven moment was het middaggebed er. en de profeet stopte om te bidden. het middaggebed te verrichten. En toen dat klaar was. heeft hij de mensen bij elkaar geroepen. want ze waren al bij elkaar om te bidden. en hij heeft Ali's hand vastgehouden. En toen begon de profeet, Dit is wat Hadid vertelt. Toen begon de profeet te vertellen. Accepteer jullie mij als jullie leider? Ja. En dat jullie veel van me houden. en me vertrouwen? Ja. Waarop de profeet zei: Hetzelfde gevoel, wat jullie nu hebben erkend en toegegeven, datzelfde gevoel moet jullie ook geven aan Ali. En in deze hadith, wat ik net genoemd heb, heeft hij ook letterlijk verklaard dat Ali de leider zal zijn van de moslims. Dus, dus dat jij een theorie hebt van Ali is te goed voor aardse zaken, wel geen status, dat komt in de clinch en het komt in de probleem. Want het wordt niet ondersteund door hadith. En dan kun je wel zeggen, ja maar... ja, maar je hebt een probleem. Of je gelooft in hadith, want dat is jouw bron van Ali, meer kennen we Ali niet van, en dan moet je hier ook mee dealen. Of je zegt, ik kan niks met hadith. Maar je kan niet zeggen, ik geloof het ene en het andere, want dan zijn we een beetje hypocriet bezig. Dat, dat is er overigens ook waar alle ons voor waarschuwt in de Koran. Denk niet dat jullie bladzijden uit de Koran kunnen geloven omdat het jullie goed uitkomt en andere bladzijden verlogen. Of je gelooft in de hele Koran of niet. En dat is een beetje ook wat we in de hadith moeten toepassen. Geen hypocriet zijn. Je gelooft in de hadith of je gelooft niet in de hadith. Want anders heb je een hypocriet. Anders ben je hypocriet. Je kan er niet uithalen en, en cherrypik en dat soort zaken. Toen Omar dit hoorde, heeft hij Ali gefeliciteerd. Nou weten wij... Je je feliciteert iemand niet met de liefde van zijn vader. Heb jij dat wel eens gedaan? Oh, dus, want de profeet was een soort vader voor Ali. Hij heeft hem geadopteerd vanaf zijn zesde. Dus Ali weet dat de profeet van hem houdt. De profeet weet dat Ali weet dat de profeet van hem houdt. De mensen weten dat de profeet van Ali houdt. Waarom zou Omar Ali op die dag feliciteren? Het is te gek om iemand te feliciteren met de liefde van zijn vader. Hé, hey, je vader heeft gezegd dat hij van je houdt. Gefeliciteerd, uitbundig feliciteerd. Nee, dat betekent dat er op die dag een event was. En dat event, zegt Hadith, dat is wat je eruit haalt, is dat er een mededeling is gemaakt die zo groot was, dat het nodig was dat mensen aanleggingen gingen feliciteren. En wat dat is, want sommige, en ik vertel dit niet om jullie het een beetje te, uh, uh, hoe zal ik het zeggen, op een, op een meester en een juf manier met jullie te praten. Dit vertel ik op deze manier omdat er heel veel imams zijn die dit weigeren hoewel ze dit lezen in hadith, maar ze zeggen ja, maar het kan van alles zijn, ja, maar wat kan het zijn dan? Daar hebben ze geen antwoord op. Maar ze zijn bij volbataal al tegen Ali. Want immers is het: zodra je te veel van Ali houdt, dan ben je misschien wel stiekem Shia. Dus dit is de twilight waar we in nu in zitten als moslims. Of je nou zo niet bent of niet, zodra je toegeeft dat je van Ali houdt, om de persoon wie hij is, oh. Dat is een stiekem shia, die moet je niet vertrouwen. Het is, wij moslims, mensen lopen vooruit, we, we lopen backward, we gaan achteruit lopen. En we vragen ons af waarom we elke keer uh, vallen. D dat is nog de grap. De profeet zei in dit stukje, volgens de hadith, dat hij verklaart dat Ali de moslims zal leiden en wie de vijand is van Ali, daar is de profeet vijand van. Dus de profeet was op dit moment... Het, het, het lot van Ali aan het bezegelen, aan het duidelijk maken van. Jullie accepteren hem, omdat dat de enige beste keuze is die jullie hebben. Punt. En daarom zei hij: Wie de vijand is van Ali, daarvan ben ik de vijand. Volgens de hadith. Dus hij kwam op voor Ali, maar met heel veel bombardie. En het was een groot moment geworden. Als dit moment bedoeld is dat de profeet zijn liefde verklaart voor zijn adoptiezoon. zou dit niet zo'n bombardie zijn? Dan had hij het heel klein gehouden. Dan had hij helemaal niks gezegd, want immers als je een kind hebt vanaf zijn zesde, dan weet iedereen al dat je daar een band mee hebt. Dat lees je bij Hembel, bij Tilmidi, noem maar op. Dan heb je een hadith die zegt dat de profeet juist gezegd zou hebben dat Abu Bakr en Omar na hem de moslims zullen leiden. Dus, en dit is het probleem met hadith. Ik denk als je als moslim dit niet weet, dan ben je nog steeds aan het zoeken in een soort duisternis. Dit is hadith. Je hebt hadith en die is verdeeld in drie categorieën. Dat zou je denken, en dan zou je zeggen, makkelijk. Kind kan er was doen als ik moet kiezen. Je hebt hadith wa'if, je hebt hadith mutakatja. Hadith wat geen bron kent. Je hebt hadith Hassan. En dat is eigenlijk meer een beetje. Ook op het terrein van hadith Sahih. Hassan betekent goed. Maar de grote uh, categorieën zijn. Da'if, uh, mutakata, is geen. Uh, je kan hem niet traceren naar de profeet. En Da'if betekent zwak. En Sahih is, uh, is goed. Is te vertrouwen. Alleen wat imams jou niet vertellen in de moskee. In de vrijdagspreek. Is dat er nog een subcategorie is? Dus binnen de hadith Sahih heb je nog van elk hadith twee versies. Dus, het is al, dus hij is in zijn geheel hadith Sahih. Maar binnen de hadith heb je A en B. Versie A, versie B. Om een voorbeeld te noemen: dit verhaal. Je kan binnen de hadith Sahih vinden dat de profeet heeft gezegd: Ali zal jullie leiden. Wat ik net gezegd heb. Kijk maar naar Hanbel. Uh, ja. uh, wat is het, uh, Tirmidhi, noem maar op. Je kan het daarin vinden, deze uitspraak, wat ik jullie verteld heb over uh, de naam die ik uh, net gegeven heb. Van Barra ibn Azib, die dat vertelde. Dus die, dat, dat verhaal, dat Ali de leider zal worden. Maar je vindt in diezelfde hadith, Sahih, versie B, dat, Omar, dat Abu Bakr en Omar de leider zullen worden. Welk is het? Ja, zeg je, dat maakt niet uit, want daarmee kan ook de profeet bedoelen dat ze allemaal na hem. Dat, is, dat kan, maar dat is niet de Arabische taal die gebruikt is in deze hadith. Ba'di betekent na mij. Ba'di betekent na mij, in het Arabisch. Dus daaruit kan je halen, zeggen heel veel ulemmes, direct na de profeet, Ba'di. En deze, deze formulering heeft de profeet gebruikt volgens de hadith, zowel bij Ali als bij Omar als Abu Bakr. Prima. En al zou jij zeggen, dat maakt niet uit. Ik als moslim wil accepteren, als ze maar alle drie als imam uh, aan bod komen, vind ik het prima. Waarom is Ali op de vierde plaats? Waarom is hij niet op de eerste, tweede, derde? Waarom is er Abu Bakr, Omar, Othman dan pas Ali? Waarom is Ali op de vierde plaats? weten dat hij een van de drie namen is waarvan de profeet volgens Hadid heeft gezegd dat ze na hem moeten regeren. Dat is wat Hadid zegt, ik geloof niet, maar ik vertel jullie even wat Hadid zegt. Waarom is Ali nog een plek opgeschoven? Hoewel de profeet dat niet heeft gezegd van Othman, waarom is Othman ertussen geschoven? Wat is hier aan de hand? Wat is hier gaand? Wat weten wij niet als moslims? De meerderheid van de moslims zonder te onderbouwen, die staan achter de versie van Abu Bakr en Omar zijn de eerste. Waarom? Dat heeft de profeet gezegd. Ja, maar de profeet heeft het ook gezegd van Ali. Ja, nee, maar. En dat maar, dat is waarin je gaat verdwalen met hun. Dan sleep je ze mee naar een soort doolhof waar je niet meer uitkomt. Dat is echt heel gevaarlijk. En dat vind je ook in Sahih Hanbal, Ibn Hanbal. Dus nu hebben wij hadith sahih. Het is allemaal sahih. A is sahih, B is sahih. Dit is waarom je als moslim moet weten dat hadith zwak is, en het is alles behalve een leidraad voor jou. En dit is nog maar eens het toppunt van de ijsberg, want we gaan zo meteen verder. Nu is er een selfie schrijver, en die heeft een boek samengesteld met de titel Ahadith Mualla Zahiroha Al-Sihha. Hadith Mualla betekent: het zijn slechte ahadiths, maar ze lijken alsof ze sahih zijn. En zijn naam is Hadi el Wada'i. En hij is geboren in Jemen. Als je zijn boek leest, bladzijde 118, dan lezen we dit hadith, uh, uh, dat hadith, dat het verhaal van de profeet, wat gaat over dat Abu Bakr en Omar de leiders moeten zijn naar de profeet, dat dat hadith Maktoa is. Wat betekent Maktoa? Het is doorgeknipt. En wat betekent dat? Dat betekent dat ze dat niet hebben kunnen traceren. Tot aan de profeet. Dat heet Hadith Maktor. is klaar. Het stopt, het loopt dood. Niemand kan ondersteunen dat er bronnen zijn, zoals we dat doen in Hadith, van weet je wel, die heeft het gezegd van, van die, van die, van die, van die. En die heeft het weer op zijn beurt gehoord uit de mond van de profeet, want dan moet het Sahih zijn. Deze Hadith van Omar en Abu Bakr, daarvan zegt deze Salafi-schrijver, hij is dus niet Shia, Salafi, daarvan zegt hij dat het Maktor is. En hij maakt daar een heel pleidooi van waarom hij dat vindt. Het is een heel verhaal. Ik heb dat heel stukje voor jullie onderzocht, dus dat hoef je niet te doen. Maar doe vooral alsjeblieft je huiswerk. Van mij moet je niks aannemen. Doe je huiswerk, wees niet lui. Waar het op neerkomt is dat in deze schakel een ribbai de schakel is tussen de profeet, van wie wel of niet gehoord heeft. Dus de versie dat de profeet dit wel degelijk heeft gezegd, hangt af van deze rabbi. Want die zou dat gehoord hebben van de profeet en die, en, in ieder geval, die zou het doorgegeven hebben. Als schakel van de mensen die dat doorgeven hebben over de Profeet. Dit is Hadith Sahih. Nou heb je versie B, want ik heb jullie verteld: Hadith Sahih is nooit Sahih. Als het versie A en B heeft, is het niet Sahih. Dan is het gewoon kies maar en kijk maar wat het beste bij je past. Dat is niet wat ik classificeer als Sahih. Dat is van uh, everything goes. Alles is oké. Okay. Kijk maar, een soort, soort open buffet. Kijk maar wat je op je bord wil hebben. Het is hier allemaal te vinden op dit open buffet. Dus, maar dan heb je een andere en die zegt: nee, deze rabi'i heeft het nooit gehoord. Het is de baas van hem die dat gehoord heeft. Die dat door heeft gegeven. Dus niet rabi'i zelf, maar Mawla, noemen ze dat in het Arabisch. Dat is zijn baas. Welk is het? Klopt het dat rabi'i het gehoord heeft, of is het zijn baas? En waarom, dus dan kom je weer dat je eigenlijk geen kant op kan. En dus is hij Meshboer. Meshboer betekent hij is. Hoe noem je dat? Hij wekt wantrouw op, want het is niet consequent. En dus stop je ermee. En de baas van deze rabbia zou heten Hilal. En Hilal betekent maan in het Arabisch. Soms denk ik echt dat hier iemand zit te spelen met woorden, met een soort symboliek, met, met, met. Dat is, dat is soms wat ik denk. Maar dus, dit verhaal dat de profeet Abu Bakr en Omar heeft aangewezen om na zijn dood te regeren, is dus een wankelend verhaal. Jij, als moslim die hier altijd in hebt geloofd, inclusief mezelf, tot voor kort, Abu Bakr en Omar, want dat heeft de profeet gezegd, weet dat dit een wankelend verhaal is en er zijn meerdere versies van. En dus zeg ik, zoals met alles, dus moet je er vanaf blijven. Want wat geeft jou de garantie dat die versie klopt of die versie? Wat weet jij nou? Wat weet ik, wat weet jij? Er zijn twee versies. Dus betekent dat zelfs Bukhari en zijn en Hanbal en Ibn Kathir en. en Zodra ze twee versies hebben opgenomen in hun Sahih, betekent dat ze het zelf niet wisten. En dan kom ik weer naar het voorbeeld van de Gospels, de Bijbel, de christelijke Bijbel. Die heeft vier Gospels en die had eigenlijk vijftien Gospels of meer. Maar die heeft vier Gospels, niet omdat dat vier Gospels zijn die elkaar aanvullen, maar dat zijn vier verschillende verhalen over dezelfde Jezus. En ze uh, strijden met elkaar. En dat is wat hadith doen. Dat je, je ziet, dezelfde, je ziet dat, um, dat dezelfde stijl doorgaat in Hadith. En dat kan, niet, dat kan niet anders, want we weten dat de eerste gospels geïnspireerd zijn door een Turk. Uh, uh, even kijken, het is in het zuiden van Turkije, gedeelte wat naar Azië gaat. Dat heb ik allemaal met jullie gedeeld. Daar vooral is de gospel geboren, zijn de gospels geboren. En niet ver daar vandaan is de geboorteplek van Bulgarië. Die de hadith, de hadith heeft geschreven. Dus ik kan me voorstellen dat in een periode van 400 jaar. dat dat de traditie is geworden. Van als je niet weet of iets waar is of niet. neem toch alle versies op en, en, en verklaar ze als allemaal waar. Dit is wat Boghari heeft gedaan. Neemt alle versies op in zijn Sahih. en ze zijn allemaal waar. En dat is natuurlijk krankzinnig. Dit is de grootste onzin. die ons ooit is gevoerd met een paplepel. Het is. 100 versies en ze zijn allemaal waar. Dat is natuurlijk op vandaag de dag als volwassen mens schaam je om dit aan te voeren als argument. Ik geloof in zes versies. Het gaat over dezelfde profeet en ze zijn allemaal waar. Dat is natuurlijk onzin. Dat is, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel laten we wezen, het is onzin. Sahih hadith sahih. Het is allemaal onzin. Punt. En dan hebben wij een andere versie van uh, Abdel-Malik ibn Omar, die heeft weer zijn eigen versie van, uh, is het Abu Bakr Omar of niet? En die betrekt weer een andere naam erbij, namelijk Hodeva. En Hodeva zou erbij betrokken zijn, maar dat vind je weer niet in een andere werk die hierover gaat. Dus het is, het is echt een mishmash. Het is echt uh, een mishmash. En dan heb je ibn Mas'ud en Enes, dat zijn allemaal hadithschrijvers, die verklaren dat dit waar is. Maar dezelfde hadith heeft dus ook en haken in de ogen van de anderen. Ik geef jullie de namen zodat jullie zelf aanknooppunten hebben om dit te kunnen bestuderen. Dan hebben wij Ebi Zoek hem op, die heeft ook uh, geschreven en achtergelaten. En die zou in de eerste instantie deze volgorde hebben aangehouden als het gaat om de volgorde van imams. Abu Bakr als eerst, Omar, Ali en Othman. Maar wordt er gezegd, als je dit gaat bestuderen, om vaag onbekende reden wat hij nooit onderbouwd heeft, is hij toch afgestapt van, van, van deze volgorde. En heeft Ali toch aan het eind van uh, het rijtje gezet. En om het nog complexer te maken, heb je hadithschrijvers uh, zoals Abu Rahman ibn Auf en Ayyub en Ibn Omar en deze mensen die beweren juist weer dat toen de profeet leefde heeft hij nooit over Ali gesproken als mogelijk kandidaat. Hij heeft altijd gepraat over Abu Bakr, Omar en Uthman. Dus jongens, wat ik hiermee probeer te maken, te doen, is weet dat dit verhaal van Abu Bakr en Omar nooit één is geweest. Het is altijd shattered in honderd stukjes en het verhaal heeft tug versies, en die wijzen allemaal een andere kant op. Eenheid over wat dan ook is er nooit geweest. Dan zeg ik tegen deze mensen: Hoe zit het dan met de eerder hadith, wat ik met jullie gedeeld heb in de video hiervoor, waarbij de profeet Ali vergelijkt met Haroon voor Mozes? Hij zegt: Mozes had zijn Aaron, jij bent mijn Aaron, tegen Ali. En dat is een hadith sahih, die is correct verklaard, daar zijn alle moslims over eens. Wat doe je met die hadith? Als je uh, deze twee uh, figuren moet geloven dat de profeet, dus Abu rahman ibn Auf en Ayub al-Sarq Tijani en Ibn Omar, die zeggen van de profeet heeft nooit gepraat over Ali als kandidaat. Wat doe je met deze hadith die evenals sahih is? Waarbij de profeet Ali aanwees als zijn Aaron. Mozes had Aaron, ik heb jou. En als we de Koran gaan lezen, dan snap je hoe cruciaal Aaron was voor Mozes. Je zou kunnen zeggen: zonder Aaron ging Mozes. En natuurlijk, wij als moslims zeggen: hoe kan je nou zoiets zeggen? Allahs wil gaat altijd voor en wat Allah wil gebeurt. Natuurlijk, maar in die fysieke manifestatie van de wil van Allah, zien we dat Aaron Mozes op zijn rug heeft gedragen. Min of meer. Het was Aaron die het woord deed, het was Aaron die kalm bleef. Mozes had een temperament. Daarom is hij gevlucht in de eerste instantie, want hij heeft een van de, van de Faro mensen gedood. Die belangrijk waren voor de Faro. Een familielid van de Faro heeft hij gedood. En toen is hij gevlucht. Het was geen slaaf wat hij gedood heeft, wat je leest. Want dat staat er nooit uh, uh, duidelijk. De Faro had duizenden slaven. Als Mozes, die opgegroeid is in hun huis, een van die slaven gedood zou hebben, dan was er geen, uh, niemand die daar uh, een probleem van maakte. Why should he care? Het is maar een slaaf. Wie Mozes heeft gedood, was een familielid van de farao. En daarom zei hij, ik durf niet terug te komen, want ik ben bang wat jullie me gaan aandoen. Het was omdat hij weet dat daar consequenties aan kunnen zitten. Dus het was altijd Aaron, de rust en Mozes met zijn temperament. Vandaar ook dat hij de geboden van alle heeft gegooid. Wie, wie doet dat? Je krijgt het van je God en je gooit ze weg, omdat je boosheid op dat moment sterker is dan je discipline. En hij trekt Aaron bij zijn haren. Een rustig persoon zou dat nooit zeggen. Aaron was zijn oudere broer. Hij pakt hem bij zijn haren en hij schudt hem van wat heb je nou gedaan? Waarom heb je die joden zo laten afdwalen? Weet jullie wel dat verhaal? Dus Aaron is de rust. Is de, dus het centrum waar uh, uh, Mozes aan vasthield. Als hij het even niet meer wist. En natuurlijk werd hij begeleid door Allah. En natuurlijk leest wij in de Koran dat Allah tegen hem zegt wees niet bang. Toen niet de slang, uh, uh, dat, dat verhaal over de slang en, en zijn taal en, en dat Allah zegt... Ik, ik zal iedere seconde bij je zijn, wees niet bang, ik ben bang. Het gaat erom, in de manifestatie, fysiek van de statie, was Aaron cruciaal... en daar doet Allah niet vage over, sterker nog, zelfs de, uh, de Ark of the Covenant... wat heel veel van jullie kennen van Indiana Jones films, denk ik, weet ik niet... maar zelfs die, daarvan zegt Allah... Dat de spullen van Aaron erin zaten. Dus zo belangrijk was Aaron voor Allah. Dat ze, om hem te eren, vertelt Allah dat ook de spullen van Aaron zaten in die ark. Het was belangrijk, Aaron was belangrijk. Dus dat de profeet Ali, en dit vertel ik, jullie kunnen dit allemaal vinden in de Koran. Dit vertel ik om nu te plekken het uit te leggen waarom het big is dat, Ali, dat de profeet Ali vergelijkt met Aaron. En waarom vertel ik dit? Ook dit wordt helaas ontkracht door heel veel imams. En die zeggen, so what dat hij hem vergeleken heeft met Aaron. Ja. Aaron was geen profeet. Ja, het was de broer van Mozes, maar so what? Daar is het verhaal mee af. What's the big deal? Ze zeggen, de profeet, dit, is niet, dit geloof je niet, maar dit ga je vinden als jullie gaan onderzoeken. Olemmes, imams die dat zeggen. So what? Ja, hij heeft vergeleken Ali met Aaron. No, no big deal. Hij heeft andere termen gebruikt voor... O Abu Bakr en Omar. En ze vinden dus de, de titel van Aaron vinden ze nog. Dat, dat, die verbleekt bij Abu Bakr en Omar. Het is ongelooflijk. Het is, echt. Het is ongelooflijk, jongens. Je vraagt je soms af wie dit soort duivels zijn. die ons leiden met hun hadith. Die vraagt het je soms echt af. Dus dan zegt alleen de Koran. Aaron is belangrijk. En dan zeggen zij. ach, zo so wat. Aaron. Who cares? Dat is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. schaamteloos. Schaamteloos gaan ze in tegen de Koran. En ze zwakken het woord van Allah af. Weten dat Allah, de metaforen die hij gebruikt in de Koran, altijd vertaald moeten worden als zijnde groot. Wat het ook is. Een ander voorbeeld wat ik jullie wil geven, of metafoor: de Queen of Sheba, de koningin van Sheba. Daarvan zegt Allah in de Koran: haar troon was machtig. Dat zegt hij niet zomaar. Dit is Allah, die heeft, die heeft zelf een troon. Als hij zegt dat de queen of Sheba een machtig troon had, betekent dat ze een heel rijk koningin was. En dat zeggen ook alle imams. Dat Allah dat geeft, dat Allah dat aanwijst, dat is big. Dat hij dat aanwijst, betekent dat dat, dat big was. En een, maar dan komt het op Ali en Aaron metafoor, dan is het zo, so, wat so what, who cares. Waarom? Dit zijn de duivels die ons leiden. Dit zijn de duivels die ons leiden. en die willen ons niet toegang geven tot de leer van de echte Koran. maar de leer van hun duivelsagenda. en alleen, weer, uh, alleen Allah weet wat dat precies inhoudt. En dan heb je Tirmidhi. en die gaat nog een stukje verder. Die zegt: wacht even. daar is wel degelijk gezegd door de profeet. dat er galief gaan ontstaan. want de profeet zou volgens Tirmidhi. Precies hebben verteld hoeveel kalifa's er gaan komen na hem. Namelijk dertig. En dan pas komen de koning. De, 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 dus eerst het kalifatschap en dan pas de koningschap. En deze is door Al-Bani sahih bevonden. Dus wisten jullie dit, jongens? Want we zeggen altijd: de profeet heeft nooit iemand aangewezen als kalifa. Volgens Tirmidhi heeft hij dat gedaan. En heeft hij zelfs aangegeven hoeveel. Wat je vindt bij de katholieken. Katholieken hebben zoiets over hun pausen. Zij weten precies hoeveel pausen gaan regeren in Rome voordat het eind van de wereld er is. Dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. En dan krijgen wij de ander uiterste. Want gekkigheid kent geen einde. Dan krijgen wij een hadith van Ibn Abi Asim. En die zou gezegd hebben dat Ali erop stond dat Abu Bakr en Omar galiva worden. Sterker nog, als iemand... Een andere mening had in het voordeel van Ali. Dus dit is Ali volgens deze Ibn Hassim. Dit is Ali die zegt: als eh, Dit zou Ali gezegd hebben. Als iemand tegen Ali zei: 'Ali, wij houden van jou en we willen jou als khalifa', dan ging Ali ze meeslepen en dan kregen ze 80 zweepslagen. Waarvoor? Omdat ze hun liefde uitten voor hem. Dit gaat in tegen de hadith die net zo zachtig is... waarbij de profeet heeft gezegd... hou van mij en van Ali. Want wie niet van Ali houdt... Daarvoor, daarvan ben ik de vijand. Dus dit zijn moslims... die eren het stukje wat de profeet heeft gezegd. En dan zou Ali... die op dat moment erbij was toen de profeet het gevraagd heeft... volgens hadith... zou deze mensen... 80 zweepslagen geven. Waarom? Omdat ze de profeet gehoorzamen. Van wie, van, van wie zegt dit... Kun je dat allemaal voor jezelf uh, 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 opzoeken? Ibn Abi Asim zal dit gezegd hebben. Jongens, dit is de krankzinnigheid van de hadith. Dit is de krankzinnigheid van de hadith die letterlijk alle kanten op spat. Wie nog in hadith gelooft, die is of naïef of dom of onwetend. Eén van de drie. Waar kan je dat vinden dat de Profeet heeft gezegd: jullie moeten van Ali houden, zoals jullie van mij houden? Dat vind je weer in uh, uh, het werk van Ibn Hazib. Lees het werk van Havid ibn Hazib. Dus, welk is het? Waar moet, wie, wie moeten we geloven? Als je zegt van ja, maar waarom geloof je niet in hadith? In welk hadith geloof ik? Ja, in hadith die en die nummer. Dan, dan krijg je nog een nummer soms. Hadith nummer dat en dat. <laughs> Oké, okay. welke versie van die hadith dan? En zo gaan wij door en het, is, het kent geen einde. Weet je waar je dit ziet? Weet je waar deze moslims het van geleerd hebben? Van de Joden. Joden hebben namelijk niet alleen maar Torah. Dat heb ik allemaal met jullie besproken. Ze hebben de Torah, de Getobim, de nebiim, de studies, de Talmud, de, de rabbijnse leer. De, 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 de. maar God, het houdt niet op. En wat de Joden vandaag de dag praktiseren, dat is nog een giller. Dat is niet de Torah, maar dat is wat een rabbijnse jood, joods rabijn, in Spanje, toen ze daar met Marokkanen leefden, met, met Arabieren, wat die, hij heeft voor hun een soort nieuwe elfde gebod geschreven. En dat is wat Joden praktiseren vandaag de dag. Het is afschuwelijk. Dat heb ik allemaal met jullie gedeeld in de oude video. Ga terug, ik ga het hier echt niet herhalen. Dus ze dus, dus hebben de Torah, met de boeken van Mozes, en de leer van de profeten, en. Wat er over de profeten is verteld. En de Ishtihad van hun rabbijnen. De Talmud, de noem maar op. En de Kabbalah. En de samenvattingen. En de studies. Dit, dus, en de studies van de Torah, van de Talmud. Van de... Dus elke keer als er een rabbijn was... Die zei, ik heb dit bestudeerd, geanalyseerd. En ik, ik, ik maak een boek. Dan werd dat boek erbij genomen... Als weer een, een, een volgende stuk van de heiligheid... Van de boodschap van God. Dus Joden kennen geen einde. Dat is echt... Het is, en dit is wat hier gebeurd is. Dit is niet nieuw. Denk niet van: oh maar wat gek. Nee, dat is niet gek. Als je het Jodendom bestudeert, dan snap je wat hier aan de hand is. En dit is allemaal losgebarsten in Medina. Wat, waarom in Medina? Dat is waar de Joden leefden. Yathrib, het heet Yathrib. Dat is de Joodse naam. Voordat het Medina heette, de stad van de profeet, heette het Yathrib. Dat was voor een groot deel bewoond door Joden. Dus Joden hebben enorm invloed gehad op hoe islam is ontwikkeld na de dood van de profeet. Je ziet, je ziet vergelijkingen. Je, bedoel, je, ziet gewoon, je ziet de invloeden. En dat is niet alleen met mijn theorie. Hadith zelf zegt dat de moslims gewaarschuwd zijn voor de Israëliët. Pas op voor de invloeden van de Joden. Waarom zou hij dat gezegd hebben? Dat iets hadith bereikt, betekent dat het groot was. Het was een groot gevaar en het leefde op grote oppervlakte, op een grote schaal. Anders zou het niet eindigen in de hadith, want dan was het gewoon een flut, eendags nieuws. Dus dit maakt de hadith voor mij nog meer onbetrouwbaar en vooral afstand. Ik kan niet genoeg afstand nemen van hadith. En wat je hier ziet, als je dit gaat bestuderen, met name gaat focussen op Ali dan zie je dat wat Ali heeft gehad, is eigenlijk wat de profeet heeft gehad met Abba Talib. Quraish wilde de profeet doden. Abba Talib stond in de weg, want hij zei dat mijn neefje zal ik nooit aan jullie overhandigen, ook al geloof ik niet in Allah. Het is mijn neefje en die mogen jullie niet pakken, zolang ik nog leef. Mogen jullie hem niet pakken. Dat was de bescherming van de profeet, Abba Talib. Nou heb je Ali en die wil iedereen doden en iedereen haat hem. En wie beschermt hem? De Profeet. Je leest in Hadith dat de Profeet op te in zijn leven soms heel boos uitbarstte en, en aan de mens, aan de moslims vroeg: Wat willen jullie van Ali? Hij heeft het een keer tot drie keer gezegd in een Hadith, ga ik zo met jullie delen. Tot aan drie keer toe zou de Profeet op een keer, kon hij zijn woede niet meer onderdrukken. En hij zei: Wat moeten jullie met Ali? Drie keer. Wat moeten jullie met hem? Wat moeten jullie met Ali? Wat hebben jullie tegen hem? Dat de profeet, dat, als hij dat gezegd heeft, en dat staat in de hadith, en ja, hangt de hadith aan. betekent dat de profeet het niet meer kon verdragen. betekent dat hij heel veel heeft gezien en heeft gehoord aan verraad richting Ali. Dus dat betekent dat Ali vanaf dag 1 al jaloezie. Met jaloezie te maken kreeg van Sahaba's. Want dit is Ali. Hij leefde bij de Profeet. Woont in zijn huis. Is getrouwd met zijn dochter. De Profeet houdt van hem. Natuurlijk zullen ze jaloers zijn. Ook al geloof ik niet in de hadith. Ik kan me voorstellen dat ze jaloers werden. Het is. Jaloezie is menselijk. Maar nou heb ik ook nog de hadith. Die ik kan gebruiken. In een gesprek met hadith-aanhangers. Wat zegt dat de Profeet. Op een gegeven moment woedend opkwam voor Ali: van het moet nu stoppen. Jullie verraad, haat en, en, en aanval op Ali moet nu stoppen. Klaar, hier en nu, ik trek het niet meer. Daar komt het eigenlijk op neer wat de profeet zei. Ik trek het niet meer wat jullie Ali aandoen. Wat hebben jullie tegen hem? Lees bijvoorbeeld de hadith van Hakim al-Nishaburi, al hadith nummer 7708 waarin de profeet zei volgens deze hadith, het is hadith sahih. Ente wali kulli mu'min ba'di. Wat betekent wali? Wali betekent als je iets overlaat aan iemand, dan is die persoon op dat moment wali. Hij neemt wat het ook is wat je achterlaat van jou over. De profeet zei, dit is, dit is gewoon plain standaard Arabisch. te wali kull mu'min ba'di. En ieder die in Allah gelooft, daarvan zul jij de leider van zijn na mij. Is hadith sahih? Wat doen de moslims hiermee? Die vouwen het op als een oude sok en die gooien het ergens onderaan in de la. Ah, wat moeten we daar nou mee? We hebben Abu Bakr en Omar. Lui, we zijn lui. We willen niet een dossier. Wat al gesloten is, willen wij niet opnieuw uh, openbreken. Om te kijken van, is er toen een goede oordeel geveild of niet? Gewoon, we zijn lui. Dit is waarom, daarom is de islam eens is wat het is vandaag. We zijn lui. Er komt uit de islamitische wereld ook helemaal geen technologie, geen, geen uh, uitvinding, niks niet. Het enige wat we kunnen is koken vlogs op YouTube. Maak hem simmen, maak couscous, hoe maak je dit dus het is meer niet. Klaar, dat is het. Wat hebben we nou? Zelfs wat Abu Dhabi bouwt in Abu Dhabi en, en, en Dubai. En zelfs daarvoor zijn het of Amerikaans. Of Nederlanders, of Westers, uh, uh, imagineers. Wat, 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 hebben we? wat hebben we nou eigenlijk aan de wereld gedeeld sinds de dood van de Profeet? Niets, helemaal niets. Waarom dit? We zijn te lui om te onderzoeken en we zijn te lui om de hersenen te laten kraken. Zelfs wanneer het in ons gezicht schreeuwt: hier is een hadith sahih. maar voor het gemak blijven we wat, wat bij al gevestigd is. En dat dit iemand is van Ahlul Bait, ach, ach, dat is even zo. Is dit niet genoeg? Kijk dan naar Termidi, voor jullie die Termiri aanhangen. Hadid 7.312, over Imran ibn Hussein. Die heeft overgeleverd dat een keer uh, uh, Ali kreeg de opdracht van de profeet om een groep soldaten te leiden. Toen ze terugkwamen, Vier mensen hadden afgesproken dat ze gaan klagen bij de profeet over Ali. Vier soldaten. En toen ze terugkwamen en ze kregen de kans om de profeet te spreken, gingen ze één voor één bij de profeet. En de eerste drie heeft hij teruggestuurd: Van ga toch weg en haal op met uh, onzin. Daar komt het om niet. Dat zijn mijn woorden. Hij heeft ze teruggestuurd. Toen kwam de vierde en toen trok de profeet het niet meer. En Toen is hij losgebarsten. Met dat verhaal wat ik jullie net verteld heb: Van wat moeten jullie van Ali? Wat hebben jullie met Ali? Wat hebben jullie met Ali? Hij was helemaal gefrustreerd als je dat leest in de hadith. Trok het niet meer. Maar, als je de hadith gaat analyseren en je gaat vergelijken, dan zie je dat er een groep moslims was die alles wat Ahlul Beit aanging, aan karakter, aan verhalen, gingen toepassen op andere Sahaba. Want wat zien wij, dit verhaal van Ali, waar de profeet zo voor opkwam. Zien wij ook bij Abu Bakr. Want, vertel hadith, er was een incident tussen Abu Bakr en Omar. En Abu Bakr kwam, en er wordt gezegd: Abu Bakr is de vrede zelf. Kalm, altijd heel kalm, politiek, correct, noem maar op. Rijp in zijn hoofd en prima. Maar dit is niet wat ik hier zie in deze hadith. Want, vertel deze hadith. Op een dag had Abu Bakr en Omar oneenigheid. Abu Bakr wilde excuses aanbieden aan Omar, maar die weigerde. Hij zegt: Ik ga je niet vergeven. Dit zijn de Sahaba, jongens. Ze kunnen elkaar niet eens vergeven. En dan moet ze mij leren vergeven. Dat is natuurlijk onzin. Afin. Dus Abu Bakr, als een klein kind, helemaal boos, begon te rennen. En de profeet zag hem op afstand aankomen. En hij begon zo hard te rennen dat hij zijn, zijn, zijn jurk, noem ik het even, voor het gemak. Ik weet niet hoe je het anders moet noemen in het Nederlands. Wat Arabieren aan hebben. Weet je wel, in die tijd. Zo'n lang gewaad. Dat trok hij op met zijn hand zodat hij beter kan rennen, zodat hij harder kan rennen. Want dan hebben zijn benen wat meer ruimte om grote sprongen te maken. Zo hard kwam hij rennen, hij zag alleen de stof om hem heen. Waarbij de profeet zei: Op dat moment keek de profeet naar hem en hij zegt: Oh, daar is hem wat aangedaan. Dus, met andere woorden, hij komt wat vertellen. Dus Abu Bakr rennend naar de profeet: Oh, profeet, ik ben zo boos op Omar. Dit en dit is gebeurd en hij wil me niet vergeven. Waarop de profeet gezegd zou hebben volgens Hadith. Dat geeft niks. Allah heeft jou vergeven. Maar dit is, niet wat wij, dit is niet de geest van de islam die we leren. Hoeveel hadith zeggen dat je elkaar moet vergeven? Zaken die tussen mensen zijn voorgevallen, daarvan zegt hadith, daar gaat Allah niet over. Allah vergeeft jou voor je zonden die je hebt begaan naar hem toe, naar Allah, tekortkomingen. Maar wat wij elkaar aandoen, daarvan kan Allah. Kan Allah ons niet voor vergeven als wij zelf niet elkaar vergeven? Dat is wat hij hadith zeggen. Maar waarom passen we het hier niet toe? Abu Bakr komt bij de profeet en de profeet zegt: Wat boeit het je nou dat oma je wel of niet vergeeft? Allah heeft jou vergeven. Maar nou wordt het verhaal nog gekker. Want hoor wat er gebeurde. Dus. Zeggen ze Omar kreeg een schaamte van ach de profeet heeft hem vergeven en ik niet. Ik moet niet zo zuur doen. Bla bla. Dus hij wilde Abu Bakr vergeven. Maar Abu Bakr was niet thuis. Ging hij terug naar de profeet want daar zou hij zijn. En de profeet was boos en wilde Abu, uh, Omar wegsturen. Maar Abu Bakr ging vervolgens op de knieën om de profeet te smeken. Om hier een einde aan te maken. En hij zei volgens hadith. Ja Rasulallah profeet van Allah vergeef Omar. Dus eerst was het Abu Bakr die hem moest vergeven, maar nee, het is nu een probleem geworden van de profeet. Vergeef Omar, want hij is tot één keer gekomen waarop de profeet zei nee, ik vergeef hem niet. Dus hier hebben wij Omar die nooit vergeving heeft gehad van de profeet op dat moment. Maar dan nu wordt het erger. Maar nu komt Abu Bakr en die voelt zich schuldig en die zegt, maar profeet, ik heb u niet alles verteld. Het was eigenlijk mijn schuld. Ik ben erger geweest. Ik heb hem geproficeerd. Waardoor hij de profeet lijkt alsof hij te gauw heeft gezegd dat Allah Abu Bakr heeft vergeven, terwijl Abu Bakr hier zelf zegt, ik was het die fout zat. En hij begon de profeet te zweken, profeet geloof me, het was mijn schuld. Ik was erg en ik heb dit verdiend, maar nee. Waarom? Want, oh ja, waarom vertel ik jullie dit verhaal? Want op dat moment zei uh, uh, de profeet, niemand mag aan Abu Bakr komen. Waarom? Omdat wij al eerder een hadith hebben waarbij de profeet heeft gezegd, niemand mag aan de Ali komen. Dus we worden allemaal gemasseerd. Dat Ali nooit een betere status had, nooit dichter bij de profeet stond dan de rest. Want er is altijd een ander verhaal die dat evenaart. Terwijl als je teruggaat naar de hadith waarbij de profeet letterlijk heeft uitgesproken. Hij wordt jullie leider. Dan vinden we dat niet terug in, met zoveel woorden als het gaat om Abu Bakr en Omar. En als je dat vindt, dan is het een hadith Mutakata, Maktoa wat ik net heb aangegeven. Terwijl de hadith die vertelt dat de profeet zo boos was en dat hij heeft gezegd dat mensen van Ali moeten afblijven, en dat heel verhaal, dat hij de mensen gaat leiden, dat vind je in meer dan tien verschillende bronnen die allemaal sahih zijn verklaard. Minstens tien verschillende bronnen, als je je huiswerk gaat doen. En je zal zien dat de mannen die dit verhaal hebben overgeleverd volgens Hadith, zijn de namen waar Bulgari en Muslim regelmatig op gesteund hebben. Als het gaat om bronverificatie. En dus kan jij als hadith aanhanger niet zeggen dat verhaal dat Ali Mawla al-Muslimin zou zijn is niet waard, terwijl dat verhaal door dezelfde figuren volgens de hadith naar buiten is gebracht, als overige verhalen waarop nogmaals Bukhari en Muslim vaak en regelmatig opsteunen. Sterker nog, ze worden in de hadithcultuur rijel Bukhari, Rijel-Muslim genoemd, of Rijel-Sahih, de mannen van de Sahih, betekent waar... De sahih hadith heel vaak uh, naar verwijst als uh, bronverificatie. En zelfs Jami'at al-Azhar, al-Azhar uitgeverij, die heeft ook een boek uitgegeven. En die heet Jami'at al-Jamawir, met andere woorden, de collectie onder de beste collecties van de hadith. En ook die hebben dit verhaal daarin opgenomen. Van, van dat profeet opkomt voor Ali en dat Ali de boel zou overnemen naar hem. Wat, ver, wat heb je nog nodig als hadith aanhanger? Wat, wat heb je nog nodig? Dit is een issue geweest dat zelfs Albani hier op dit punt Ibn Temië aanviel. Van waarom heeft hij, want dit komt blijkbaar ook in Albani en Ibn Temië. En Albani zei, waarom heeft Ibn Temië dit verhaal als, als niet-Sahih verklaard? Is Ibn Temie onbetrouwbaar? Is Ibn Temir per buis fout geweest? Of diende Ibn Temie een elite die erop uit was om Ali te beschadigen? Niemand zal het weten, alle weet het beste. En iemand, van, iemand van jullie heeft me gemaild van... Goh, je hebt gezegd dat uh, de lijkt soms op een circus Dat klinkt hard. Wat bedoel je daarmee? Dit is wat ik ermee bedoel, jongens. Het is een circus in, in, in die zin dat een ieder die wat laten zien... Die, die, die wat te laten zien heeft, die wat wel laten zien, mag erbij komen en hij doet zijn trucje. En ieder die een hadith heeft in zijn hoofd, een versie heeft in zijn hoofd, die wat vindt, die zijn eigen analyse, die mag komen en hadith neemt hem op, sahih. En ik denk, ik hoop dat dit wat uitmaakt voor jou als moslim, die tot vandaag nog altijd in hadith gelooft. Ik hoop dat als je weet dat hadith. Nooit Sahih genoemd kan worden, want van elk hadith zijn er soms zes, zeven versies. Dat je snapt van hé, hey, maar dat is niet mijn idee van Sahih. Ik wist niet dat van elk hadith zes, zeven versies bestaan. En dat je je mening bijstelt. Denk niet dat hadith Sahih betekent één verhaal en iedereen is erover eens. Nee. Zelfs wanneer de diverse versies bestaan van, die, van dezelfde verhaal, en die gaan vaak in tegen elkaar, en die zijn helemaal niet eens met elkaar, alsnog worden ze hadith Sahih. Zijn ze niet Sahih bij Bukhari, dan zijn ze Sahih bij Albani. Zijn ze niet Sahih bij Albani, dan zijn ze Sahih bij Ibn Kathir. Niet bij Ibn Kathir, dan bij Trimidi. Niet bij Trimidi, dan bij Ibn Taymiyyah En ga zo door. Je zal ze ergens Sahih vinden. Dat is het probleem. Daar is niet zoiets als hadith sahih. Bestaat niet. Dus nu moet jij leren als moslim de vraag te stellen, als iemand tegen jou zegt, hadith sahih, sahih volgens wie? In welke versie is dit hadith sahih? En wat zeggen de andere ulemmes die net zo betrouwbaar zijn door de Sunniten, wat zeggen die van diezelfde verhaal? En wat vind je ervan dat zij een andere mening hebben zo moet je de hadith doorzagen, jongens. Voor nu laat ik het hierbij, jongens, want ik trek het niet meer. Ik ben echt door mijn energie heen. Ik weet niet of jullie door de, kunnen horen aan mijn stem. Ik moet soms extra kracht zetten om mijn stem net wat harder te laten klinken voor de microfoon. Um, ik ga hier stoppen, inshallah. Ik zie jullie de volgende keer, inshallah. En uh, dan gaan we het hebben over een heel gevaarlijk stukje. Hadith. Het is de Hadith wat gaat over de Profeet toen hij ging vluchten voor Korea. Weet je wel, toen ze voor zijn deur stonden en ze wilden hem doden. Het verhaal heeft veel duistere kanten. De aanslag op het leven van de Profeet, dat verhaal. Jij als moslim denkt van er is maar één verhaal. De profeet wilde uit huis komen, Ali nam zijn plek en nee. Je denkt dat je dezelfde verhaal kent, je denkt dat er één hadith sahih is, één versie. Maar nee, want dit is tenslotte hadith, één groot circus. Ook van dat verhaal dat de profeet eruit kwam en mensen konden hem niet zien en hij is vertrokken en Ali ging liggen op zijn plek. Ook dat verhaal zal jou verbazen, inshallah, in wat ik met je te delen heb, de volgende video. Ook weer diverse versies, verhalen... En het is, het is om te huilen. Het is, echt om, het is om te lachen. Was het niet dat het zo triest is om te huilen. Het is People the Clown. Als je, als je een soort video zou maken van de beste momenten van People the Clown en Mamalu. Dan is dit het. Dit is, dit is het. Wat zal ik zeggen. Mogen alle ons beschermen tegen de verleidingen en de misleidingen van de duivel. Dus volgende keer inshallah, zo gaan we het hebben. En daarmee sluiten we dit stukje af volledig. En dan gaan we inshallah naar het gebed volgens de Koran. Want ik weet dat een hoop van jullie daarop zitten te wachten. Dus volgende keer nog even een goede afsluiting van dit. Als een extra voorbeeld waarom we Hadith nooit moeten geloven. En waarom er nooit sprake is geweest van Hadith Zahir. Nooit, nooit, nooit. Zelfs de cruciale momenten in het leven van de profeet, die gecategoriseerd zijn als hadith sahih, kennen diverse versies. En met versies betekent andere verhalen, totaal andere verhalen, ander verloop van het verhaal, andere verhaallijnen. En wij als moslims, als, als, als kippen zonder koppen, schudden ons hoofden. Weet je, dit is wat ik wil horen in de moskee. Ik wil niet horen in de moskee die standaard platen van jullie moeten bidden, jullie moeten vasten. Dat moet je niet tegen mij vertellen. Ik kom toch naar de moskee. Dan bid ik toch? Dan mag je toch vanuit gaan dat ik vast. Ik kom naar de moskee omdat ik honger heb voor diepgang, analyse, dingen op niveau. En echt, elke keer zie je zo'n imam de trap op klimmen. En dan denk je: oké, verras me. Doe iets. Bevredig mijn honger naar kennis, naar diepgang. Hoog niveau, daag me uit, daag mijn hoofd uit, laat mijn hersenen kraken. Wat ga je me vertellen? En dan komt het. De profeet zei half van elkaar en hij zei van... Ja, meneer de imam, dat weet ik. Daarom zit ik hier, je mag toch hopen dat ik die basis al heb gehad. Dat soort praatjes moet je vertellen tegen de Marokkaanse jeugd en de Islamitische jeugd die overal tegen een muur hangen. Dat moet, ga naar buiten en vertel ze dat. Vertel ze dat, wat het belangrijk is dat ze bidden. Ik bid al, daarom zit ik in jouw moskee. Het betekent, ik wil meer van jou. Ja? Die jongens die de, 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 de muren van de straat op hun rug dragen, zoals mijn moeder zegt: bang alsof als ze weggaan, die muren omvallen. En dus blijven ze met hun rug gehangen aan die muur. Ja? Dat zijn die jongeren die je moet bereiken dat ze naar de moskee komen. Ik kom al naar de moskee, dus ik bid al. Dus ik wil van jou meer horen dan de standaard plaat. Jullie moeten bidden. De profeet zei: bidden. Dat weten we, meneer de imam. Alsjeblieft, daag ons op niveau. daag ons. Kijk even hoe ver je ons mee kan nemen in je diepgang onderzoek en analyses. Afijn. Dus ik spreek jullie in de volgende video. En dan hebben we het over dit stukje. Waar je nooit imam over hoort praten. Terwijl het is een heel duister stukje. Het is heel duister. En het zet Abu Bakr in zeer slechte daglicht. Het maakt van Abu Bakr misschien wel de grootste verrader van de profeet. En Allah weet het beste. Gaan we bespreken inshallah in de volgende video. Voor nu salam alaikum wa rahmatullahi Wees zo goed moslim als dat je kunt zijn. Ik an dat ik het kennis ومن أنا حتى أعطيك العلم يا ولدي؟ يشغلني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أنك قد سمعت من أبيك بعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولماذا الحديث يا بخاري؟ لأن أول حديث سمعته وأنا في الكتاب كان في رجاله نظر. إن كنت تريد الحديث فعليك بابي الوليد احمد بن الازرقي فهو مرجع الناس في الحديث وعليك بالسفر الى بغداد حيث احمد بن حنبل وعليك بالسفر الى مصر حيث سعيد بن ابي مريم هؤلاء وضعوا قائمه لرجال الحديث وحددوا شروط الاخذ بالحديث فان كان الامر يعنيك حقا فعليك بالاطلاع على شروطهم وعلى احاديثهم التي جمعوها سافعل سافعل ان شاء الله يا شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم The